Welkom bij het Adelsjournaal. We staan op de Mixzone. Dat hebben we dit jaar nog niet zoveel gedaan, dit seizoen. Maar we staan er, want we hebben gewonnen van Dordrecht. Ja, en we tokken met somebody. Kijk maar. Nou, dan moet ik natuurlijk even met die lange praten, hè, want zo mogen we het wel noemen. De lange en topscorer, maat, nog steeds, denk ik. Hè. We gingen het eerst over hebben. Er is ingebroken bij hem. Ja, kijk, dus... Ze hebben zijn scheerapparaat gestolen en hij is naar de dokter gegaan. Het is allemaal, en toen, wat zei die dokter? Wat wordt het? Veren of haren? Veren. Veren worden het. Maar dat maakt mij niks uit, maat, als zit het overal, dat haar. Ja, als je maar scoort, dan is alles goed. Ja. Hoe is deze wedstrijd gegaan, maat? Eerst 20 minuten zelf, vond ik. Hadden we het goed onder controle. Na de goal was het onrustig. Ja. Was het, leek wel alsof we niet de bal konden vasthouden. Was onrustig. Leek wel of het veld heel glad was. Nou ja, maar dat weten we. De kunst, als het nat is, dan is het natuurlijk supersnel. En, ja, we hadden gewoon geen rust in ons spel. We raakten constant de bal kwijt, waardoor je constant achter de bal aan moest lopen. En, ja, dat is gewoon een zonde van je energie. En, ja, dan ga je meteen naar de rust en dan probeer je zeg gewoon in de rust te kosten van alles deze wedstrijd winnen. Want daar gaat het uiteindelijk om. En dan moet het misschien maar even wat lelijker dan normaal. Moeten we gewoon die 3 punten pakken. Ik moet zeggen dat we niet bijzonder goed speelden vandaag. Misschien ook niet goed. Maar die 3 punten zijn absoluut het belangrijkste. Ja, maar met mij hoor je niet klagen natuurlijk als we winnen. Want zo vaak sta ik hier niet op die mixzone, hè? Nee, ja, dat bedoel ik. Ja, maar dat we publiek, winnen, maat, toch wel redelijk achter je gestaan. Ja, nee, ja, zeker. Zeker in de beginfase. En dat wouden we eigenlijk ook een beetje proberen. Ja, dat we gewoon hier vanaf moment 1 publiek erachter konden krijgen. En, ja, ik snap dat het publiek soms kritisch is dat we iets meer moeten voetballen alleen. Maar ja, in deze fase zijn 3 punten gewoon iets belangrijker. En ja, als we die punten krijgen, dan heb je zelf meer vertrouwen. En dan kan je ook betere wedstrijden spelen. Waardoor het publiek misschien wat meer... hoe zeg je dat? Wat relaxed meer, ja, wat vermaakt, weet je. En dat krijg je dan alleen. Anders hadden ze hier gestaan. Ja, anders hadden we waarschijnlijk tot 12 uur hier gestaan. Ja. Maat, is dit loon naar werken? Want jullie hebben, vind ik, de laatste 2 weken hard getraind. Ja. Sommige dagen ook langer dan de normale uren. Ja. Betaalt het zich zo uit? Nou, ik weet het niet. Ik geloof daar niet zo in. Nee, ik geloof daar niet zo in. Weet je? Het gaat erom hoe je de wedstrijd begint en hoe je de wedstrijd ingaat. En dan kan je wel zo hard trainen en zo hard doen als je wil, maar het gaat uiteindelijk om wat je in die 90 minuten hier laat zien. En, dan geef je gewoon, iedere wedstrijd geef je gewoon alles. En dan kan je tenminste het publiek hier na de wedstrijd aankijken van we hebben wel alles gegeven. En dan, misschien is de resultaat er niet goed, of hij is wel. Maar dan kan je elkaar wel een beetje in de ogen aankijken. Ik denk dat wel vanavond gebeurd is. Goed zo, maat. Lekker weekend vieren. Ja. Lekker voetbal kijken. Op je gemak. Morgen ga ik met de kleintjes wat doen en zondag moet ik naar de Fox. Kees aan tafel zitten. Moet je aan tafel bij Kees? Oh, die kraaimaat. Kraai gaat je in de etalage zetten. Ja, mooi. Leuk. Heeft hij al gedaan, heb ik gehoord. Ja, hij is goed bezig. Ja. Zo gaat dat, hè. Dan ga ik kijken, zondagochtend. Okay, top, man. Thanks, maat. Okay, man. En van mij mag je er elke week eten in dan, hoor. Ik ook. Oké, goed zo, maat. Yo, nou staan we met Vito natuurlijk. Eindelijk weer gewoon van de partij. En dan vraag ik natuurlijk om Vito. Hele wedstrijd, maat. Viel dat mee? Ik moet zeggen, rond de 70e minuut zag ik een paar vogeltjes voorbij vliegen. Maar ik moet zeggen, die laatste 20 minuten was echt een beetje op wilskracht. Want er zat niet heel veel meer in. Maar ik geloof, ja, we zijn wel een paar keer, is er wat gebeurd achterin. Ja. We zijn niet echt in de problemen geweest, of wel? Nee, klopt. Ja. Kijk, nogmaals, je zegt het goed, we zijn er wel een paar keer. En die paar keer is eigenlijk weer te veel. Dan moeten we weer goed analyseren en dan gaan we ervoor zorgen dat die paar keer gewoon niet doel wordt. In het begin, zeg maar de start van de wedstrijd, ja, dat was het Den Haag wat wij graag willen zien. En waarschijnlijk zo willen jullie ook spelen. Ja. En dan na dat doelpunt zwak het toch weer een beetje af. Ja, het sluit er dan toch weer in. Ik denk dat we dan zoiets hebben van dat we niet in het mes willen lopen. En dat we, want zij spelen natuurlijk wel met 5 middenvelders en dat is op zich wel lastig te verdedigen natuurlijk. Want ze lopen door elkaar heen, ze lopen overal, ze zakken uit, ze gaan diep. En dat vergt heel veel energie qua communicatie en energie qua hè, denken en doen. En dan zie je dat het er weer een beetje insluit. En nog een puntje van analyseren en oppakken en er wat aan doen. Maar hoe lekker is het dat we deze wedstrijd pakken? Ja, ik zei het net ook al. We spelen natuurlijk, hè, in de beginfase speelden we top. Daarna zakte het weg. Toen gingen we mee in een beetje het vechtvoetbal van Dordrecht. En lieten we het een beetje. Charlie, hè? Lieten we het een beetje zakken. En toen op een gegeven moment moet ik zeggen dat we het erin hebben. Ja,
We kunnen wel gaan zeggen van ja, we speelden een kutwedstrijd. Ja, dat mag. Dat maakt mij geen reet uit. Dat interesseert me even niet. De sfeer is nu goed en we gaan filmpjes terugkijken en dan gaan we alles weer kijken wat beter kon. Kijk, als wij zo'n goede pot hadden neergezet, 80% balbezit, tiki-taki, en we gaan eraf met 2-0. Nou, dan, weet je, dan slaap jij en ik ook niet lekker. Nee, maar ik heb het met de Kramer erover gehad. Ik zeg, jullie hebben de laatste 2 weken echt hard getraind, ook langer getraind. Ja. Ik zeg het nou niet te hard, want dan gaat die trainer het zo over. Jij reageert hetzelfde als Kramer, want die zegt ook van, ik weet niet of het daar al ligt. Het zijn die voetballers weer, die willen niet trainen. Ja, natuurlijk. Maar je merkt eigenlijk aan alles dat de sfeer goed is. Je bent dagelijks bij training en de sfeer is goed, de acceptatie onderling is goed, de communicatie onderling is goed. En nu moeten we proberen dat steeds uit te gaan breiden en zakelijk worden. En wedstrijden winnen. Eerst weekendje vieren, maat. Ja, verdiend. Gaan we zeker doen. Ik ben blij dat je weer terug bent. Ja, dank je. Vito. Yo, nou, dan zijn we natuurlijk met trainer Henk Vreeshaar. Ja, Henk, gefeliciteerd. 2 punten. Of 3 punten. 2 doelpunten is niet verkeerd, toch? Nee. Ik moet zeggen, de winst is heerlijk. En de nul houden is ook heel belangrijk. Want de doelsaldo is ook in deze fase gewoon, denk ik, voor ons heel belangrijk. Maar we moesten in deze wedstrijd 6. Of op zijn minst 4 punten halen. En wat dat betreft onwijs tevreden. Tot de 1-0 waren we heer en meester. En daarna zakte het weer in. Of ik weet niet hoe je dat moet noemen. Maar dan leek het wel of het net niet weer niet ging. Ja, dat vond ik ook. Ik denk dat we redelijk goed aan de wedstrijd begonnen. Ik denk dat we door toch wel wat voorzichtig aan de wedstrijd begon. Nou, dan heb je de luxe van een 1-0 voorsprong. En dan gaan we weer uit de organisatie lopen. De onderlinge afstanden worden groter. Er komt daardoor ook twijfel. Nou, Dordrecht kan daardoor het initiatief wat meer naar zich toe trekken. Ja, dat is helaas wel zo dat als een ploeg toch iets minder zelfvertrouwen heeft, dat kan gebeuren. Ja, ik vroeg aan ik heb 2 spelers heb ik gehad. Ik zeg, is het nou eindelijk loon naar werken? Jullie hebben 2 weken hard getraind, langer getraind. Nou, zei ze, ga dan maar niet zeggen dat de trainer dat hoort. Maar denk je dat het daar wel mee te maken heeft? Nou, ik vind niet dat we echt langer getraind hebben. Kijk, ik heb begrepen dat een aantal mensen, ook als we wat minder resultaten hadden, vonden dat we harder moesten gaan trainen. Kijk, de arbeidsrustverhouding of de belasting en de belastbaarheid, daar hebben we echt iets voor uitgestippeld, een weg voor uitgestippeld. En daar wijk ik niet van af. We moeten altijd hard trainen. En ja, daar zie ik geen verschil in, eerlijk gezegd. Nee, ja, maar ja, je weet, ik zit aan die zijkant natuurlijk. Ja, en misschien niet harder trainen, langer trainen dan. Ja, maar kijk, soms kunnen ze wat langer ook ervaren als harder. Ja, ja, kom op. We zijn topsporters, dan moet je dat gewoon doen. Dan laat je 2 jongens, dat vond ik heel leuk voor de jongens ook. Want die zie ik natuurlijk ook altijd op de training. Die laat je debuteren, 2 jongens. Ja, maar kijk, ik denk dat Hevel... klein van stuk, maar is een winnaar. Ja. En je ziet, hij komt erin en je merkt totaal niets van enige voorzichtigheid of angst. Nee, dat zag je met één schot, hè? Want een schot, er ging er vol in ook. Ja, kijk, maar dit is voor mij een Haagse jongen met Haagse bluff, weet je? En daarom, hij dwingt het ook af. Het is niet omdat ik dat wil, hij dwingt het af op de trainingen en ja... Wie ben ik om dat te... Ik zeg tegen hem ook, ik zeg, als je nou iedere keer als de trainer je nodig hebt, zorg dat je er staat, dat je er alles aan geeft, dan ga je een minuut te pakken. Ja, zeker. Want nogmaals, als je goed bent, dan maakt het niet uit hoe jong je bent. Nee. Weet je? Goed genoeg, dan ben je ook oud genoeg. Ja. Hoe belangrijk was het, maat, dat we nou gewonnen hebben? Nou, kijk, om het tijd te doen keren waren deze 4 punten, ja, nogmaals, het liefst hadden we er 6 gehad. Maar deze 4 punten waren heel belangrijk om ons te brengen daar waar we uiteindelijk naartoe moeten. En dat is toch richting die 10e plek en 12e plek. En dat is gewoon reëel. We staan nu gewoon te laag. En met een beetje geluk... Kijk, soms valt alles de goede kant op. Ja. Het tegendeel is dus blijkbaar ook zo. We hebben zoveel dingen tegen gehad. Misschien wel ook op ons afgeroepen. Blessures, beslissingen van scheidsrechters hier en daar waar je twijfels over kan hebben. Nou ja, wij moeten zorgen dat we weer in die flow komen, dat het een beetje mee gaat zitten. En daar is maar één remedie en dat is keihard werken en langer trainen. Ja, toch wel trainen. Nee, maar wel gewoon goed trainen. Wat goed weekend, wat ga je doen eigenlijk? Het weekend af voetbal kijken of ga je wat leuks doen Nee, met gezin? Ik moet vliegen voor de club. Dus ik vlieg morgen vroeg
naar een, naar een land toe. Naar een land toe. Ja. Oké, okay. Goh. Ja. Dan zou ik natuurlijk moeten vragen welk land dan voor de club. Dus nou, je gaat iemand bekijken. We gaan iemand en dat bekijken. Is misschien voor in de winterstop. Je weet het nooit. Ja, nou ja, ik denk dat de club sowieso altijd vooruit moet kijken. En of de winterstop is of begin van het nieuwe seizoen. Ook dat wordt van me verwacht. Dus ik ga. Ik kan alleen zeggen dat het wel een koud land is volgens mij. Ja, ja. Oh ja, is het koud in Italië? Is het koud in Italië? Nee, dat is goed, maat. Goed weekend, okay. Ik ben blij. We hebben punten gepakt. Dat is het belangrijkste. Oké, okay. Okay, thanks. Goed weekend. Nou, dat was de trainer natuurlijk. Nou hebben we, ja, vind ik wel, met belangrijke mensen gesproken. En dan gaan André en ik nu ook een pintje pakken. Dit was het Nationaal.